Zoals gewoonlijk. En wat hadden wij de vorige keer? Hadden wij gemaakt deze. Ah, zie je? Tjok Kroppendel. Die moest ik nog pakken. Met het boekbindlinnen. Oh, die pak zo, joh. Nou, die zit inmiddels super vast. Die komt er zo in. Thank you, my dear. Die komt er zo in. Deze gaan we eerst even bekleden. Goedenavond, Marja. Ik heb hem nog staan trouwens, zie je dat? En ik heb hier nog liggen. Even dit eruit halen. Nou weet ik de volgorde natuurlijk niet meer. Nou ja, boeien. Dat was de bovenkant van de deksel. En die staat nog weinig in de klemmen. Dus de klemmen gaan we er nu ook afhalen. Want die zijlatjes, ja, die laten nu echt niet meer lossen. Zo. Goed. Nou ben ik nog iets vergeten te pakken, maar dat ligt achter me, dus daar kan ik straks erbij. Als eerste, we hebben hier dan nog losse onderdelen. En ik had nog een los onderdeel en die ligt er nu niet meer in. Serieus? Was jij dat? Dat zou heel goed kunnen dat jij dat was. Even kijken hoor. Oh, waar ben ik weer een sufferd? Ja, precies. Dat was deze. Oké. Die wil ik er eerst in gaan maken. Waarom? Nou, je ziet het. Ik raak hem zo kwijt. Jullie zien helemaal niks, want ik zit buiten beeld. Die haal ik er even onderuit. Zo. Deze was ik dus alweer kwijt. Hé, bumme, wat is het een troep hier al. Elke keer denk ik, ik ruim het op. Maar als ik het op ga ruimen, kan ik niks meer terugvinden. Zo. Deze. Deze moet hier nog ingemonteerd worden. Dus dat gaan we doen. Dan kunnen we die niet kwijtraken. En deze hoop ik ook vandaag af te hebben, maar dat gaan we zien. Ja, oké. Even kijken. Als ik hem plat leg, kunnen jullie dan nog wat zien? Nee. Wat ga ik doen? Deze hadden jullie ook al. De maat is al bekend. Het is dezelfde als die hier bovenin zitten. En anders even kijken op de groep, want daar zien jullie even terugscrollen. Want dan heb je per aflevering het boodschappenlijstje komt er ook nog helemaal op. Ja, Theresia, ik heb inderdaad weer ijskoude handen. Hi Marja, Harianne. En ik zie nappen staan. Deze staat op de tweede aflevering. Nou, die moet erin. En zoals je ziet is die nog iets te groot. Dus wat ga ik doen? Ik ga hem stukje voor stukje, ga ik hem eraf halen. Dan kan je ook zeggen, ik ga hem uitmeten, maar je hebt hier al, heb je dat ribbeltje. En daar moet hij natuurlijk wel netjes tussen vallen. En ik heb hem liever, nou ja, ik kan wel zeggen iets te los dan te strak, maar te los is ook weer niet goed. Hier komt best wel een gewicht in te zitten als het klaar is. Hè? Het komt nog het een en ander in. En als hij te los is, heb je kans dat hij gaat scheuren en zo. Dat wil je gewoon niet. Dus dat moet goed komen te zitten. Nu had ik hier vroeger een potlood. Ja, die heb ik hier nog. Och jee, pommetje is weer aan de wandel. Het is nog geen tijd, dus wacht maar. Ik ga hem... Even kijken, dat is ook weer niet te zien. Aanhouden. Je hebt hier streepjes op zitten. De millimeters en de centimeters. Ik zet hem gewoon aan de onderkant van de centimeters. Van de millimeters. En dan krijg je echt een stripje van, nou, wat zal het zijn? 2 millimeter. En die knip ik eraf. En dan ga ik hem passen. En dan komt hij al aardig in de richting, maar we zijn er nog niet. Dus ik doe exact hetzelfde.
En wat doe ik? Ik ga even kijken of ik hem dichterbij kan zetten. Kijk, je ziet hier ook de millimeter streepjes en de 5 millimeter en dat zijn de centimeter. Ik zet hem dus aan het einde. Even meegluren op de cam. Aan het einde van de millimeters en dan zet ik een streepje. Dan is die ongeveer, nou, 1,5-2 millimeter. Nou, die snij ik niet, ik knip hem. En dat doe ik even buiten beeld, want anders schiet dat karton tegen mijn monitor aan. En nou valt die, als die valt, valt die op de grond. Ga ik hem weer passen. Dan zie je, hij is er nog niet. Als ik hem recht leg, gaat hij nog steeds krom. Dus dan gaat er nog eentje af. En dat doe ik net zo lang totdat hij past. Ja, je zou hem inderdaad, wat ik zei, hè, af kunnen meten. Maar nou ja, ik vind het gewoon lastig. Dus ik doe het liever zo. Dan kan ik ook niet zo heel gauw te veel eraf halen. En dan nu, kijk. Nu past hij. Er zit een speling in van, ik denk, nog geen millimeter. Dat vind ik niet erg. Dan pakken we de strips. Die hadden we ook nog nodig vandaag. En we moeten even uitmeten waar hij komt te staan. En nou ga ik dat even bij mijn prototype doen. Want ik dacht, haha, ik kan denken wat ik wil. En dat dacht ik dus niet goed. Ik moet even denken hoe ik dat gedaan had. Want hij past er normaal in, hè? Zonder die randjes, ja, kan hij erin liggen. En dan had ik hem op. Ja. Kijk, hij kan er namelijk in liggen. Nou, hij kan er helemaal niet in liggen. Hij kan er niet in. Hoe ga ik dit oplossen? Hoe had ik dit gedaan? Leuk is dat, hè, als je het niet meer weet. Als ik hem namelijk hier zet. Ik zit weer in mijn eigen te mompelen, hoor. Hi Sylvia. Als ik hem namelijk daar zet, kan dat. Ja, ik wil hem eigenlijk iets meer. Ik ga maken. Ik heb hier nog wel restjes. Dat lijkt mij een hele goeie. Volgens mij heb ik dat ook zo gedaan. Maar dat restje, heb ik dat nog? Ja, ik heb dat restje nog. Ik had hier een restje. Dit restje, dat is, ik weet niet meer waar dit uitkomt. En die is exact 6 inch. Kijk. Die leg ik erin. En dan teken ik hem af. Okay. Okay. Dan pak ik mijn geo. Hallo Irene, goedenavond. En dan teken ik hem, je kan hem zeggen, ik zet hem op de 0. Ik ga hem zetten, ja, maakt niet veel uit. Je zet hem gewoon op de 0 en dan teken je 2 centimeter aan de linkerkant. Af en toe moet ik even denken, hoe heb ik het nou gedaan? Nou, zo dus. Dat is ook de streep die wij aan gaan houden. Zo. Die moet dus ook omhoog.
Nou, voor het omhoog te doen, pakken we gewoon een restje karton. Die zet je op de lijn. En dan kan je hem zo overtekenen. Even kijken of ik de deksel even omhoog kan zetten. Die zetten we op de lijn. En dan tekenen we hem omhoog. Goed, volgende stap. Jij kan... Kijk, dan gaat hij weer even wijken. Wat is dat toch maf, hè? Dat vind ik zo gek. Dan ben je even bezig geweest. Maar goed, geef niet. Dat mag hij doen. Ik vind het prima. Die gaat daarheen en die gaat daar. Strips. We hebben er een aantal nodig. We gaan de bovenkant eerst bekleden. En de onderkant zetten we meteen alle strips eraan. Een klein stukje. En alles wat alsnog te veel is, knip je eraf. Dan gaan we aan de onderkant komen twee strips. Eentje aan de voorkant, één aan de achterkant. En mijn bankfolder. Andere kant iets groter. Heb ik dat heel toevallig? Even kijken. Ik heb hem liever nou iets te groot. Ja. Zodat ik niet al te veel restjes hoef te gebruiken. Deze vouwen we eerst weer even dubbel. En dan gaat hij er tegenover op. Ook hier de restjes knippen we weer af. Oké, dan de zijkantjes. Doe je hetzelfde aan weerskanten. Nou, dan pakken we wel een restje. Of een restje. Gewoon een strip. Zijn jullie allemaal lekker stil aan het kijken? Zegt er een in de kamer. Je kijkt niet eens. Ja. Wel? Zit je wel stiekem mee te gluren? Ja. Nou, lekker dan weer. Zijn ze stil, hè? Altijd. Altijd, ja, vaak wel. Met dit soort dingen zijn ze wel altijd heel stil. Ze moeten bouwen. Oké. Troepjes weg. Nog meer troepjes. Jup wordt er al gezegd. Zie je? Kraft hebben we even niet nodig. Althans, de kraft strips. Die kunnen weg. Dan vouwen we deze allemaal om.
en die ook. Hier zie je meteen dat deze zijkant nog te lang is. En dan kun je er altijd nog een beetje een scheef hoekje aan knippen. Ja, aan de ene kant vind ik het ook best wel vaak prettiger werk hoor. Ik doe het niet altijd, maar... Laat ik het nu eens wel doen. Met papier doe ik dat wel altijd. Maar in albums en dat soort dingen. Zo. Goed. Dan hebben wij dit. Dan is die helemaal klaar. En dat is de prototype. Die moet ik niet hebben. Jou moet ik hebben. Okay. Ik zet er even twee potten mediums onder. Even kijken, is dit te zien? Ja, volgens mij wel. Wat ik doe, de kleintjes haal ik eraf. De grote maak ik weer ezelsoren aan. Ik dacht dat ik binnen beeld zat, maar ik zit alsnog buiten beeld. Nou, wat ik niet op het lijstje had geschreven was lijm, maar dat leek me wel duidelijk. Want zonder lijm doen wij eigenlijk helemaal niks. Kijk hoe, in hoeverre die wil vandaag. Oep. Nou, onderkant. Ja, dat dacht ik al. Deze tube heeft zo'n hekel aan mij. Ik inmiddels ook aan hem. We hebben een haat-liefde-verhouding, noemen ze dat, toch? Oké, komt ie. Ik knijp me een rotje. Alle drie de kanten waar het chipboard open ligt, zetten wij in de lijm. En dan moet je goed kijken tot je deze aanhoudt. Bodem naar boven en beneden. Wat je ook nog kan doen, is even omdat de bodem toch nog niet plakt. Dus de zijkanten even achter zetten. Dan heb je iets meer ruimte om hem goed op zijn plek te zetten. Okay. Uitkijken, als je hem recht naar beneden doet, dan smeer je dus je verf onder de lijm. Dus ik zet hem er iets scheef. En dan moet hij op de lijn komen. Even kijken, even kleuren. Hier zit hij, dus die druk ik vast de zijkanten aan. Nou, ik kan hier aan de bovenkant zien dat ik klik. Zie je, nou drukt hij pas erin. Dat hij hier ook zit. En dan haal ik dit weg. En dan zit hij hier ook vast. Nou, die ging appeltje eitje, zeg. Wauw, moet niet te makkelijk worden, want anders dan, kan het nooit goed gaan. Meestal, hè, als bij mij een ene wat goed gaat, dan klopt het iets niet. Ik hou wel van om fouten te maken, denk ik. Oké, wat we gaan doen is deze en dit, dus het tapegedeelte, net als de rest, even zwart maken. Mijn nagel zit los. Dat kan wat drogen. Althans, ik maak hem zwart. Als jullie hem een andere kleur hebben, maak je hem daarin. Hè? Klein beetje paint. En een beetje water. Want we maken hem iets vloeibaarder weer. Nou, inmiddels mijn kwast die is niet meer schoon te krijgen. Hij geeft niet meer af. Maar het lijkt wel of er iets van graniet of zo in zit in die verf. Maar goed, zolang je niet meer afgeeft, is dat toch prima. Hoeft niet super netjes, gewoon even lekker goed in de verf zetten. Niet al te dik, want dan bladert het los. En je ziet het, kijk hier en daar, zal die bij mij bij de deksel. Op een of andere manier lost het op. En... van de spullen erin, hoe gaat het iets krassen? Vind ik niet erg, mag eigenlijk best wel.
dan krijg je weer een beetje het vintage idee. Ik denk ook dat ik hem de toplaag er weer af ga schuren. Zodat je een klein beetje een hout kleur er doorheen gaat zien. Want als jij met je koffertje in de savanne gaat, nou vergeet het, ik denk niet dat die spiksplinter nieuw blijft. Dus we nemen geen dure Gucci's of Louis de Vuitton, of hoe die man heet. Of een ander deurmerk, want dat heeft toch genut. Louis de Vuitton, zo heet die man. Goed, die gaat even drogen. Ja, hij kan dicht, dus dat maakt niet uit. Dan gaan wij de zwarte vellen, gaan we dat eerst? Ja, we gaan eerst zwarte vellen doen. Ik had doorgegeven A4 papier. Aantal grams heb ik doorgegeven, 7 stuks. En die gaan wij snijden op, nou moet ik even zoeken, want ik heb dat opgeschreven. Oh, breek mijn hele boel. 8 bij 6. Dus 8 inch bij 6 inch. En dan hou je een behoorlijk stuk open. En die liggen nu op de grond. Ik ga deze expres nog niet gesneden hoor. Aan de ene kant dacht ik, zal ik het doen? Ik denk nee, want dan raken we misschien in de war. En dat moeten we dus niet doen. Oké, 7 maal. En dan heb je ook 7 maal restkarton. Die restkarton gooien we niet weg, die hebben we namelijk nog even nodig. Dus die leggen we apart. Deze, die gaan wij rillen. Nou, als je weet dat dit 8 is, dan weet je dat de helft van 8,4 is. Even kijken, doet hij dat? Ja. En we rillen hem dus op 4. Waar is mijn rilpen? Jij. Kijken of dat werkt op deze. Jawel. Goedenavond, Patricia. Ze zijn heel stil vandaag, hoor. Alweer. Zelfs John viel het op. Oké. Gerild op 4. En die vouwen we dubbel. Nou, dat hadden jullie ook wel kunnen verzinnen. De bergvouw naar binnen. Wat zei jij? Ja, soms. Is je al heet nog of niet? Ja. Hé, ja. Hey, het regent volgens de computer. Oh nee, het gaat regenen, zegt de computer. Oké. Nou. Ik vind het zelf altijd fijn als de vouw iets scherper is. Oké, 7 maal.
dubbele kaarten. En nee, het blijven geen kaarten. Dan hebben we deze. Hij is iets smaller. Ja, dat klopt. We gaan deze net zo hoog snijden als dit. Dus dat wordt 6 inch. En ik denk dat je er dan 2 genoeg hebt voorlopig. En dat doe je hem met 6 inch verticaal. En daar, waar is nou toch weer mijn tape gebleven? Was die al? Had ik die opgemaakt? Ik weet het niet meer. Even zoeken hoor. Ja, nou alweer. Oh, ik moet binnenkort weer tape gaan bestellen. Gaat het wel? Is het stom werk? Mijn tape is al op. Heb ik nog? Ja, ik heb nog. 1, 2, 3. Ik heb nog maar 3 rollen hier naast je. Volgens mij even bestellen. Ja? Help je onthouden? Mhm. Oké, ik gebruik de tape van 9 mm. Mijn 15 mm, de Stamperia tape, daar ga ik never nooit niet genoeg voor hebben. Heb je die wel, mag je die absoluut wel gaan gebruiken. Nee, 9 mm werkt ook, normaal gesproken. Nou, kom. Al klopt deze 9 mm volgens mij niet, want het lijkt veel smaller. Ja, precies. Het is 8. Oké, wat gaan we doen? Normaal gesproken werk je van boven naar beneden. Ik ga hem toch draaien. Dat is voor mij gewoon makkelijker. We gaan hem namelijk verticaal verwerken. We gaan die strips maken. Dus eigenlijk wat we met de kraft gedaan hebben, doen we ook met dit. Alleen we hebben er 7 nodig. Dus 14 tapejes aan elkaar. Dat is 1. Ik laat er wel een kleine ruimte moeten tussen zitten, want het moet nog gerild worden. Deze zit eigenlijk al iets te dicht op elkaar. Nou, dit hoeft nou ook weer niet. 2. Drie. Dit zijn er 5. Nou, de vlek is saai. Misschien past het zelfs op één velletje. Doe het wel zo netjes mogelijk en ook probeer het ook echt een beetje recht te doen. Je werkt nou op vrij stevig papier. Nou ja, het is eigenlijk gewoon dik papier. Dus als je dat echt heel krom gaat doen, krijg je hem dus ook niet recht. Ja, nou ja, dat klinkt allemaal heel raar, maar hier kan je geen kreukels in krijgen. Wat je dus met kraftpapier wel hebt, want die wrijf je wel weer weg. En dat is 7 als ik het heel goed had. Nou, overige stukjes die knippen we eraf. Gewoon het normale als wat we normaal ook doen. Maar dan, ik weet niet wat jullie fijner vinden. Eerst losknippen. Of dat je zegt, ik wil ze liever eerst rillen. Moet je helemaal zelf weten. Ik knip ze liever eerst los.
Nee hè, gaan we weer. Ik heb een kriebel in mijn keel. Heel vervelend. Normaal gesproken, dan ga je met de bergvouw wordt naar binnen gedaan. Moet eigenlijk bij dit ook. Nou moet ik even kijken hoe ik dat heb gedaan met die prototype hoor. Want, ja, nee, heb ik daar ook gedaan. Dan is het gewoon even iets lastiger, zeg maar. Goed. Ja, dankjewel. Echt, het is, ik heb de hele dag al een kriebel in mijn keel. En gek word je er af en toe van. En je wil je ook niet door gaan hoesten. Dan staat ook meteen weer zo. Oké. Wat ik zei, de bergvouw gaat naar binnen. Dus in dit geval komen de stickers naar buiten toe. En normaal gesproken doen we het andersom. Even opletten, omdat in dit geval gaan wij in 9 mm werken en het is een inch scorebord, is dat beide uiteinden op dezelfde richel liggen. En dan wordt hij dus gerild. Dan heb je de bergvouw aan de goede kant zitten en dan vouw je hem door. Dat is 1. En dat gebeurt dus bij alle 7. 1, 2, 3 in het vierde. 1, 2, 3, 4. Dacht ik al, zit hartstikke naast. En de vouw, ik vind hem zelf, want dat doe ik eigenlijk altijd, maar dat kunnen jullie haast nooit zien, op de rand van mijn tafel. Dat vind ik gewoon prettiger. Nou, als hij niet helemaal exact in het midden is, is ook niet zo'n heel groot probleem. Kijk, hier zie je het ook, dat er net, mijn een andere kant is net een klein richeltje breder. Hier zit hij net over het randje heen gevouwen, denk ik, ja. Weet je, dat is allemaal niet zo heel spannend, daar ga je ook niks van zien en geen last van hebben. Ja, je koffie al op. Oh, niet. En? Nou, ik zou het horen wel. Ja, smaakt die? Mooi. Oké, 7 stuks. De rilpijn weer weg. Koffie erbij. Time out. Wat we intussen vast kunnen doen, is even de hoekjes eraf knippen. Geen tijd. Niet te veel, echt kleine stukjes.
dat klopt niet. Pommetje. Snurker. Oké. Okay. Next pakken we weer onze dubbele kaarten. En die dubbele kaarten gaan we dichtmaken. Nou lijkt het heel moeilijk. Valt best mee hoor. Wat we doen is één strip eraf halen. En dan leggen we met de vouw aan de buitenkant. Maar dan wel binnen. Dus even kijken, is dat te zien? Ik vouw hem dubbel. En dan leg ik de vouwlijn van de strip tegen de vouwlijn, nee, zeg ik dat goed, tegen de zijrand van het dubbele kaartje. Ik kan mijn nagels nu niet echt lekker gebruiken, want ze laten momenteel allemaal los. Die halen we eraf. Strip naar binnen. Zit ik te denken, ja, dan kan die dicht. Vanaf het midden, naar buiten. En dan hebben we een tunnel. We hebben dit inderdaad al een keer eerder gedaan met tunnelkaarten maken of tunnelboek maken. Toen deden we hem aan de buitenkant, maar ik wil hem er nu echt in hebben, want anders ga je het zien en dat is lelijk. Dus zo zie je er niks van. Dat doen we bij alle 7. Dus nou, nog een keertje in slow-mo. Stripje eraf. De vouwlijn tegen de kantlijn van de kaart. Dichtvouwen. Baking eraf. Strip naar binnen. En dicht. Nou, en zo gaan we ze alle 7 doen. Kijk, dit zijn dingen dus dat had ik eigenlijk al klaar kunnen zijn. Klaar kunnen hebben. Dan was het gewoon 20 forgets you geweest. Dat doen we wel vaker. En zo? Ja, 8:50. Het is nu 8:50, ja. Ik kom zo meteen boven. Dat is goed, schat. Dat is over 10 minuten. Nou, wat je net zegt. Wat is dat boxje daar? Welk boxje? Weet ik niet. Blauw boxje voor jou? Nee. Dat is zwart. Oké. Okay. Dit is geen boxje. Nee, dat is geen box. Dat zag er wel zo uit, ja. Als het werkt.
Ruim je glas even op. Ik ga hem zo meteen boven drinken. Ja, is goed. Ga je hem voor beneden drinken? Is nou nog 9 minuten. Ja, zeg maar. Doei. Doei. Rustig vast. Moet papa je nog gaan roepen of ga je het zelf doen? Wat? In de gaten houden. Zelf. Beloofd? Ja. Ik klop op het raam. Oké. Geloof jij in sprookjes? Nee. Zullen we 30 maat afspreken? Ik heb eind... Oh, dan moet ik even nakijken. Ik zit momenteel midden in de eindfase van de kids. Ik weet niet eens wanneer 30 maat is. Over 2-3 weken pas. Moet ik even kijken. Ja, dat hoor je morgen. Straks of morgen van me. Ik kan nou niet in de agenda, want dan zien jullie niks meer. Had jij de workshop van Belinda al gedaan, die hoed, of nog niet? Oké, 7 maal. Nou, wat gaan we hiermee doen? Iets heel leuks. Nee hoor, valt wel mee. We leggen alle hinks, wat we gemaakt hebben, hè? Dus je strookjes aan één zijde. Waarom? Ja, geen idee. Maakt het uit? Nee, volgens mij ook niet. Maar goed, het ziet er gewoon wat netter uit, denk ik. Niet stiekem draaien. Die, die en die. En dan maak ik er even 2 stapeltjes van. Oké. Ja, dat weet ik af en toe niet meer, joh. En wat ik ga doen. Ik ga hier aan de onderkant een streep lijm zetten en ik zet hem in het midden. Dat is alles wat ik neerzet. En dan lijn ik ze wel op, zodat ze dus ook echt op de bodem gelijk komen te staan. En mijn zijkant van mijn vingers, die zet ik dus ook zo neer. Dus zo hou ik hem eigenlijk vast en dan druk ik hem op de bodem. Ik plak meteen nummer 2 of nummer 3 er tegenaan. Dus een streep alleen op de bodem. En vanaf het midden naar beneden. Kijk, dat hier nu lijm uitkomt is niet erg, dat mag. Nou, wat ik wel wil, oh, daar pak ik niet de grote voor, is dat mijn bodem even bij elkaar zit. Ben jij al klaar dan met het kleine boekje wat je aan het doen was met het zeepapier? Ik weet alleen de naam niet meer. En ik knip hem hier dit even bij elkaar. Hier, ik kom niet bij de middenkant. Daar zijn mijn clips gewoon te klein voor. En ik laat hem heel even zo liggen. Datzelfde grapje ga ik doen met deze. Nou, dit zijn de 4. Nee, ik ben dus met mijn album ook nog steeds niet klaar. Dus dat wordt dat het. Moet echt wat tijd ook 10 keer afgemaken. Zo. Klemmetjes aan de kant. Ik zie hier een stukje wit. En dat witte, dat is nog een klein stukje tape, denk ik. Ja, kijk. Een klein stukje baking. Van de tape.
Nou, ga je nog meewerken of niet? Nee, dan niet. Blijf je lekker zitten. Oké. Dit laten we weer even drogen. Hoeft niet zo heel lang. Laten we voor nu heel even liggen. Deze doen we wel even dicht. En deze was van mijn... extra forte. Oké. Dan hadden we dit deel. Nou moet ik weer even gaan gluren. Want de binnenkant moeten wij een deels wel gaan bekleden. Ja. Maar ik ga eerst de buitenkant doen. En daarvoor wil ik heel graag even kijken of is dit een goede ding. Deze. Ik ga gebruik maken van de Savanne. Nou, dat wisten jullie al. En ik ga dan pakken de background serie. En dat doe ik met een reden. Ik heb, je gaat zien, kijk, ik heb twee stukken. Die zijn al los, omdat ik dus een deel van mijn prototype wel al had gedaan. En je ziet dat ik scheur. En dat is ook de bedoeling. We gaan hem in de sweet case, die gaan we heel veel scheuren. Je hebt twee soorten. Je hebt meer soorten. Ik ga kijken. Wat vind ik leuk? Als ik dit doe. En ik wil er een contrakant tegenaan. Ik heb natuurlijk deze al. Dus die kan ik ook als contrakant zetten. Nou, hij past op zich prima. Alhoewel. Jawel. Jawel, vind ik wel goed. Potloodje. Deze moet even door de snijmachine. Waar ik alles bovenop heb gezet. Dus pak maar even de kleine. En dan wil ik dit deel eraf. Ja. Dat deel zo. Is die even breed als deze. En dat is wel heel prettig. Bijna. Dus hij moet nog ietsje smaller worden ook nog. Oké. Die komt hier. Die komt dan daar. Dus er moet een stuk af. Dat. Ik wil de witte rand wil ik naar boven. Zo. Uiteraard ga ik eerst met inkt werken. Ik ga in dit geval werken met Fire Brick. Het is een hele rode tint. Het is bij mij ook nog een hele nieuwe. Dus ik druk hem een klein beetje af op mijn mat. En dan ga ik op zoek naar mijn brush. Je kan ook zeggen, wat ook heel mooi is bij deze lijn... is dat je toch weer terugvalt naar het bruine. Maar ik denk, nou laat ik nou eens een keertje wat anders doen. Ik laat het middendeel wel zo wit mogelijk. Het hoeft voor mij niet helemaal vlekkeloos. Hij mag voor mij gewoon lukraak in de inkt gezet worden. Dus de ene kant misschien wat donkerder dan de andere kant. Dat moet je nu ook helemaal zelf, maar moet je eigenlijk ook net zelf weten. Maar het gaat erom dat hij eigenlijk een tintje krijgt. En vaak door het tintje, dan worden de kleuren even iets dieper. En levendiger en mooier.
vind ik. Alleen let wel op met de nieuwe inkpad. Werk niet, kijk, want het is echt heel veel nog. Werk niet rechtstreeks vanuit de inkdoos. Je kan beter. Dit is de koetsie. Doek, laat die niet pakken. Als ik net de vorige keer al die haren te friemelen. Je kan beter één toevoegen, want de afhalen gaat hem niet meer worden. Nou, deze lijn is inmiddels opgedroogd. Dat houdt in dat deze ook droog zijn. Nou, bijna. Ja, nog niet helemaal. Maar ik vind hem droog genoeg. Nou, en zo, wauw. Trust hem op je. Toch nog even zoenen? Ik mis hem toch. Nou, doei. Slaap je slecht. Ja, schuldig, hè? Ja. Ja, precies. Nou ja, weet je, ik vond het gewoon... Ik heb eerst eens even een paar keer die petsen doorgekeken. En ik vind het gewoon een hele mooie kleur. Het paste er gewoon heel goed bij, dus vandaar dat ik daar heb gekozen. Oké, nou moet je wel even opletten dat je de onderkant dus met lijm hebt zitten. Dus we gaan die twee aan elkaar zetten als ik mijn dopje er nog af krijg. En dan doen we gewoon hetzelfde. Onderkant een streepje. En die zit tot het midden. En dan zou ik hem bijna verkeerd omzetten. Zo. Ja. Jij mag lekker drogen. Dit zijn wel intussen een hele dikke prop geworden. Dit is ook de kant waar al die stroken in zitten. Dus even goed vastknijpen. Dan kun je weer even. En aan de kant kun je weer drogen. Goed. En zo doen we steeds een stukje voor stukje voor stukje. Oké. Deze hadden we in de inkt gezet. Nou, het verschil is dat te zien. Jawel. Je ziet echt wat verschil. Nou kan je zeggen, ik pak daarvoor mijn forte. Ik pak hier nu in dit geval gewoon de gel. Ja, het lijkt me ook wel een heel mooi land. Maar er zijn wel meer landen hoor, dat ik denk van nou, daar zou ik nog ooit wel eens naartoe willen. Waar je op moet letten als je dit gaat doen... is wel dat dit aan de onderkant zit. Je kan ook rustig zeggen, ik wil dit aan de onderkant hebben. Maar dan moet je er even op letten met het vastplakken ervan. Ik wil hem aan de bovenkant. Nou, goed vastdrukken. Deze ook. Ik wil de witte scheurrand naar boven toe. Als je het leuk vindt, kan je zeggen, ik geef die scheurrand juist een kleurtje. Dat wil ik niet. Je krijgt automatisch wel altijd wel iets mee. Oké, dan heb je hier ook iets van een hendeltje of een knopje of je hebt iets nodig. Nou, wat ik ervoor ga gebruiken is een, geen flauw idee hoe dat heet, een poolhendel geloof ik of zo. Dat is deze. Dit is een kleintje. Ik heb ze ook in het groot. De normale maat is dit. Dit is 2 centimeter. Deze geloof ik 9 millimeter. En die wil ik hier voorin hebben. Helaas, Patrice verkoopt dit niet. Deze komen bij onze Chinese zuidenburen. Ik zou het leuk vinden als dit bleef zitten. En dan maken we voor met de crocodile of de eyelet tool, een gaatjesmaakding. Ja, auw, dat was weer een stukje. Maken we gewoon een gaatje. Nou,
Uiteraard, je wilt hem in het midden hebben. Nu kan je het heel uitgebreid gaan zitten opmeten. Gaan we dat doen? Nou, vooruit. Laten we het eens eventjes goed doen. Ik pak de Geo. Ik zet hem in het midden. Even kijken hoor. 1,5 centimeter van de kant. 2 centimeter. Ik zet hem 2 centimeter van de rand hier. En dan zet ik hem in het midden van dit. Dus de nulpunt naar het midden. 1, 2, 3, 5 punt. Nou, 3 ongeveer. Weet je, een millimeter naar links, een millimeter naar rechts. Nou, je gaat er niet helemaal dood van. Ook niet een klein beetje. Ik wil hem daar gewoon hebben en ik vind dat wel goed zo. Hopla. Het leuke hiervan, deze dingetjes, is ook dat je kan de kwastjes en bedeltjes en je kan er van alles aan gaan zitten hangen. Nou, die prop je naar binnen toe. Zo. En de pootjes, die vouw je naar buiten. Daar zie je, hij past net. Dus die 2 centimeter van mij was een hele goede set. Ik druk hem altijd wel even goed aan met mijn boomfolder. En dan hebben we hier een kleine poolhendel. Heet dat ding nou zo of niet? Rianne, hoe heet dat? Jij weet dat vast wel. Dan wil ik hier ook de binnenkant bekleed hebben. Deze was 6 inch hoog. Dus dan gaan we dit afmeten op 6 inch. Dan kom je net zo hoog als deze dingen. Dus je papier moet iets langer wezen. Nou zie ik meteen, we hebben hier ook de binnenkant niet meegenomen. En dat is eigenlijk wel een dingetje waar we wel moeten doen. Want anders ga je dat zien natuurlijk. Dus ik pak een piepklein beetje verf met een klein beetje water. Een ringbread, heet dat zo? Nee, toch? Nee, dat is niet Rianne. Volgens mij heet dat toch helemaal geen ringbread? Ja, dan zou ik even moeten kijken hoe ik hem besteld had. Nou ja, ik denk ook niet dat het heel veel uitmaakt. Het is gewoon bronswerk en als je nou een hele dikke Poshka hebt, Poshka, jij hebt geen Poshka, andersom. Hier zit ook acrylverf in. Dan kan je ook zeggen van oké, ik heb het toch zwart, ik kan hem daarmee bijwerken. Oh nee, afwerken, maar ja, dat klinkt ook weer raar. Dus als je dan plekjes hebt of een klein stukje vergeten bent, kan je het daar dus ook mee doen. Die moeten we weer even weghalen voordat we overal in zitten te smeuren. En het is pas 8 uur, jongens. We zijn lekker bezig, zeg. Goed. Tiekje, dan gaan we even drogen. Je hebt geen idee. Ja, ik ook niet. Nou, dan hou het op een ringbread. Zo. Die komt erin. Dus hier, dit dekken we af. Is dit meteen mooi weggewerkt met een papiertje. Ik vind het altijd wel leuk om een beetje contrasterend papiertje te gebruiken van de andere. Ja, maakt het heel veel uit? Nee. Dus ik ga hier een strook van pakken. En die moet aan de binnenkant. Lijkt me logisch. En nee, ik meet niet uit. Dit doen we gewoon weer op deze manier, zoals ik dat nu ook doe. Niet letterlijk meten, maar gewoon een beetje, ja, aftekenen. Past dat? Prima. Oké. Deze wil ik hier. Wil ik daar nog een stukje overheen hebben? Nou, genut.
Dus iets langer door laten lopen. Leuk is dat, hè? Er zitten altijd zoveel lijntjes op dat ik niet meer weet wat nou mijn echte lijntje is. Ja, zou allebei kunnen. Ga ik vanuit dat dit hem is. Ik hou lekker die aan. Nou, die gaan we een beetje inkt voorzien. Zit niet veel meer in. Nou zie je echt wat verschil. En hier ga je. Dit is een bruine vintage vlek. En ook als je hier met rood overheen gaat, dan zie je gewoon dat die vlek donkerder wordt. Een lady pullring bread, zeggen ze ook wel. Lade pullring. Oké, ja. Nou ja, dat zou best wel eens kunnen. Weet je waar ik ze ook voor gebruik? Op de ruggen van de albums. Eigenlijk gebruik ik ze daar merendeels voor. En dan kan je de kettingjes aan hangen. En dan met bedels of tasles. Hoe heet die dingen? Kwastjes en dat soort dingen. Zo, deze leggen we erin. Kwam ik nou op een lady pullring? Ja, echt. Ik word gewoon weer uitgelachen hier. Lady. Nou, ze hebben niet de beste, jij. Dankjewel. Oh, dankjewel. Nou, dat zie je dus met de gel. Het verschuift nog wel heel snel. Ring fasteners. Ik heb geen flauw idee. Nee, een fastener is een nietje. Want die heb ook de festinator. Dat zijn die hele grote niettangen met die zilverkleurige nieten met vier pootjes. Die heb ik toevallig ook. Dat is denk ik wel de meeste flop aankoop geweest. Denk je niet? Die festinator. Is van Making Memories. Hartstikke leuk ding. Ja, als je het over een flop aankoop hebt, is dat het geweest. Echt superleuk. Ik heb een hele berg van die nieten en alles erbij. Want ik ben al zo eentje, hè? Dat heb ik wel vaak gezegd. Ik moet meteen de hele collectie hebben als het even kan. En ik gebruik het bijna niks. Je hebt het gemist. Waar gaat het over? Nou, hoe heet dit? Joh, je hebt helemaal niks gemist. Je verkoopt ze gewoon. Een 9-ring fastener. Ja, dat is hem helemaal. Volgens mij wel. Weet ik niet. Ik kan hem niet aanklikken. Even op zoek naar mijn muis tussen alle troepjes. Oh, hier naast me. Blond. Wat Laura zegt. Nou, dat. Oké. Nou, dames. Patrice verkoopt hem gewoon. Laat me eens even gleuren. Ja, joh. Hoe deze zijn? Weet je ook toevallig hoe groot die zijn? 9 stuks. Voor €2,95. Nou, kost ook geen drol. Alleen hiervan is het ringetje iets groter dan. Het ringetje is iets groter dan de achterkant. Nou ja, als dat alles is. Ja, nice. Weet je ook toevallig hoe groot ze zijn? Qua dit. Want ik heb twee soorten ervan. Dit is ongeveer 9 mm en ik heb ze dan ook ongeveer van 2 cm. Maar goed, Renda Scrap It. Goed. Dan het volgende. Nou, dit hele swikkie zit nu in elkaar. En dit swikkie gaat hierin. Ja, het gaat iets strakker. Nee, is niet erg. Dat mag. Sterker. Even kijken of dat zeer zeker weten mag. Anders loop ik hem weer. Dit is namelijk dus ook het ding waar ik dus zoveel problemen mee had. Met. Oh, werk nou wel even mee.
met het prototype. En ik ben bang dat het nu weer een probleem gaat worden. Nee. Hij gaat precies passen. Dat kan je niet zeggen. Oké. Okay. Nou, wat ik dus al zei. Dit is dus echt mijn greatest nightmare. Dit deel moet hierin geplakt worden. Ik pak daarvoor wel nou even deze. En je plakt hem op dezelfde manier. Onderkant en in het midden tot de helft. Dus ga je zien, dit gaat iets uit elkaar. En die moet tot aan beneden. Geen 2 centimeter. Oké, dan zullen dat ongeveer de centimeter 90 en 9 millimeter zijn. Druk dit goed naar beneden. Zorg ervoor dat deze op de bodem staat. En dit goed naar beneden drukken. Kijk, want dit is namelijk de bedoeling. Nou, ik hou hem heel even vast. Sorry, ik heb echt een hele irritante kriep. Met de extra forte is die sowieso heel snel droog. Dus. En dan krijgen we onze tweede nachtmerrie. En eerlijk gezegd, ik zie er als een berg tegenop. Mag ik dat zeggen? Nee, eigenlijk hoor ik dat niet te zeggen. Maar ik doe dat lekker wel. Want hij moet nu in de koffer. En als dat niet goed gaat, dan kan ik de koffer weer weggooien. Oké, we hebben dit. Ik leg de bodem even tegen mij aan. Deze moeten we nu open gaan leggen. Chips, mijn arm gaat dat niet redden, waarom niet? Even kijken of dat zo kan doen. Deze moet hierin komen. Goed naar beneden drukken. En dan komt hij er zo in. Als dat goed is, godzijdank, bij mij is dat tot nu toe goed. Nou, hij steekt hier al een klein stukje. Ja, cool hè. Ik hoop echt dat het lukt hoor. Een klein stukje steekt hij er hier uit. Mijn eerste ding, die kreeg ik dus niet meer open en niet meer dicht. Nou, dat lukt bij deze dus wel. Hij hoeft niet soepel te gaan, maar hij moet in ieder geval wel makkelijk open dicht kunnen. Mijn eerste project was hier te breed. En toen had ik het op een duo gezien, want ik had er al een paar keer gemaakt. En toen had ik zoiets, weet je wat, nou flikker ik hem in de container. Heb ik niet gedaan. Maar hij zit. Nou moet hij nog gelijmd worden. Dat deed ik dus ook de vorige keer en dat ging bij mij dus niet goed. Ik gebruik hiervoor. Kijk, want wat moet je nou doen? Deze moet erin. En je moet dus dat boekbindlinnen vast gaan zetten. John zit te kijken van wat ben je aan het doen. Nou. Nee, ik weet welke fout het was. Jij weet welke fout het was, ja. Dan het volgende. Deze arm bij mij, en dat staat gewoon heel erg raar nu. Die kan die beweging niet maken. Dus dat is voor mij gewoon nog een beetje een geharnes. Dus ik ga zo om te kijken wat ik kan doen. Jullie moeten het dus doen op die manier. En dan vastdrukken. En ik zal het op een andere manier moeten doen. Weet ik niet. Ik denk dat jouw hand er niet tussen kan. Ik wil niet heel lullig zijn, maar ja, jouw handen zijn wel natuurlijk wat groter en wat groffer en wat breder. Ik doe hem wel met tacky glue. Kijk, ik heb die beweging al gemaakt en dat had ik beter niet kunnen doen. Want dat voel ik. Stom, hè? Ik smeer hem flink in. Ik ga hem rechterop zetten. Zou jij die deksel omhoog kunnen houden? Als jij hem zo kan houden, dan kunnen hun kijken en dan kan ik er ook in kijken. Die moet namelijk op de bodem komen. Kijk, en nou heb ik dus mijn probleem. Ik kan er dus niet bij. En nu moet ik dus hopen
Ja, dan nog niet, want dan zien jullie niks. Als het goed is, kunnen jullie een klein stukje die camera draaien, want dan kunnen jullie zien wat ik doe. Ik zet hem dus, ik druk hem dus met mijn liniaal. En dan kijk of ik deze dicht doe, of die goed zit. Kijk, en dan gaat hij hier weer trekken. Wat verdorie, wat ben je toch een vervelend ding. Zo. Ik ga hem gewoon zo vasthouden. En dan kan hij even drogen. Het is snel drogende lijm, dus. Kijk, want hij zit hier tegenaan, tegen de achterwand. Hier zit hij tegen de achterwand. Dus dat zit goed. Hou hem gewoon. Ja, wat een teamwork hebben wij. Hè? Ja, Sean is mijn rechterhand. Dus ik hou hem gewoon aangedrukt nu. Het is snel drogende lijm. Kijk, hier heb ik een klein... Dankjewel, Pik. Ik heb hier een klein beetje lijm zitten. Dat is nog steeds wit, zolang dat nog wit is. En niet transparant. Dan steekt dat de lijm nog niet droog is. Als dit nou zometeen droog is, dan kan je hem open trekken. Hé, hey, daar hebben we een blauw haartje. Nee, het is leuk. Oh, Patrice, heb je wat hoor. Ze had het toch eerst blond? De voorplukken. Nou, die wou ze paars hebben. Dus die hebben we van de week paars gemaakt. En nu is ze blauw. En het staat leuk. Zeg maar 3 tinten blauw geworden. Helemaal schattig. Wow, nu ben ik een smurf. Nee, het is meer semi-minnehaar nu. Kan niet echt voor een emo, hè? Semi-minnehaar. Wow. Laat zien, wordt er geroepen. Live op de cam? Nou, doe maar even niet. Heb je haar geborsteld? Oh, je kan wel anders. Nou, kom je. Even kijken hoor. Kijk, wat gaaf! Je hebt heel comfortabel van deze. Ja, dat weet ik. Ik wil gewoon drinken. Ik zal je straks een foto appen van de. Zo leuk. Mag wel, hè? Ja, mag wel. Naar Patrice mag wel. Jawel, naar nee. Patrice mag wel. Nou, als ik met haar aan het facetimen ben, ben je er ook bij. Toch zit hier wel paars. Je kan dan lullen wat je wilt. Dan mag ik kijken. Ik heb eigendom daarvoor. Ja, ja, mooi blauw, hè? Ja, vind ik ook. Het is echt hartstikke tof. Nieuwe script met kleuren. Ja. Heel blauw. Oké, hij is inmiddels aardig transparant aan het worden. Ik ga deze even gewoon neerleggen weer. Zo. Nou, daarvoor hadden wij dus hier... Ik krijg het warm. Jij ook. Jij kan het dan toch zien? Oh, dan is het er misschien al een deel uit. Ingrid wil je ook zien. Oh, ik heb hem. Maar ik wil eerst nog wel even zo'n prik mogen krijgen. Dat zien we dan nog wel. Oké. Ik ga de camera weer even goed zetten. Ik krijg het warm, jongens. Auw. Auw. Doei, mopje. Ga je naar weg? Is het tijd? Oh, het is bijna tijd. Ja. Trust de pop. Nee. Oh. Oké. En dan. We kunnen vast deze gaan bekleden. Nee, ik ga hem even nog niet bekleden. Wat ga ik doen? Ga ik hem nou wel of niet bekleden? Ik ga hem wel bekleden. Ik heb gewoon helemaal geen geduld. En daar wil ik wel wat nieuws voor. Ik ga daar al een kijkkastje van maken. Oh, en dan is dit wel heel vet. Wat is er? Oh god, ik ben weer te enthousiast. Ik word hier hyper. Oké, deze. Dat is gewoon het achterblad overigens. En dan moet dit eraf. En dit moet er ook wel af. Dat kan niet missen. Nou, doe eens even niet. Wat ga ik doen? Ik ga deze eraf snijden. Dan snij ik 2 inch. Iets kleiner, hè, was die, hè? Ja. En nou nog vasthouden. Hij was 1,2
twee asten. Dus ik ga hem op 1 inch hier snijden. En dan de tussenmaat van die. Dan 1 inch aan die kant. En aan de onderkant doe ik dan ook 1 inch eraf. Ik ga het zometeen, ik ga het even snijden en dan laat ik het zien. Deze ga ik even op tafel leggen. Ik kan die even drogen. Laat hem zo lang mogelijk liggen nu. Jij mag daar naartoe. Ik kan mijn snijapparaat niet op het bureau leggen. Want dan zie je niks meer. Even kijken. Deze. Dit was de onderstrook. Die heb ik eraf gehaald. Mijn camera zit weer raar. Dan wil ik... hij was totaal... Kunnen we eerst beter de totale hoogte? Nee, niet doen. De zijkant halen we er ook af. Die hoeft er nog niet af, want die gaan we in delen doen. De onderkant deden we 1 inch. Die moeten we wel doen. Ik zit even te denken, hoe ga ik het doen? Nee, ik ga eerst de zijkant doen. Ja, lekker duidelijk. Maar anders moeten we een paar keer snijden. Eerst doe ik deze. Hier gaat 1 inch af. Dat is deze. Dan moeten we even opmeten wat de breedte gaat zijn voor het tussenstuk. 1, 2, 3, 4, 5. Deze moeten we hebben. 4. Die zet ik op 4 inch. Dat is dus het stuk wat hiernaast komt. En die ga ik dan eerst even passen. Voordat ik de volgende wegsnij. Of die er ook wel daadwerkelijk in past. Jo, prima. Van deze, dit is het tussenstuk. Hier snij ik de onderkant een inch af. Dat moet op alles. Dus het maakt niet uit. Snij ik eerst die. Dus ook 1 inch. Dus ik had het toch net de onderkant eerst kunnen doen. Deze. Dus dit. En dit is nu een rest. Dus die leggen we nu aan de kant. En dan pak ik de kleine snijplank. Zo. En dan maken we overal 1 inch eraf. Alleen van deze die ik nu aan het doen ben. Deze bewaren we. Die gaat zo. Deze hebben we niet nodig. Die gaat hier. En deze hebben we ook niet nodig. Die gaat ook daar. Oké. Dat is dit. Dit wordt ons kijkkastje. Nou, uiteraard moeten we die weer van een drupje of 6 van inkt voorzien. Zo. Wat je hier ook heel leuk mee kan doen is spetteren. Als je dat leuk vindt, kan je dit ook met de oxide doen. Kijk, hier vind ik eigenlijk alweer iets te veel. Zie je het verschil? Maar kan je oxide pakken en dan kan je het laten spetteren. Komt ook wel weer terug in je achtergrond.
En nou kan je ook meteen zien waarom ik rood heb gepakt. Want in het Sahara zand, let op, het komt trouwens naar Nederland toe volgende week. En ook in de stempels zitten rood tinten. Nou, komt dit een beetje overeen? Ja. Dan die met deze. Nou, die is heel licht gedaan, dus dat hoeft niet zo heel veel. Die loopt ook, dit loopt nu ook goed door. Deze is wel een beetje rode. Zo maak je hem wel dat hij klopt, hè? En anders moet je het eerst gaan inkten en daarna snijden. Maar dan blijf je toch weer een klein beetje de witte snijrandjes houden. Oké. En dan voor de onderkant. Nou, dat hoeft ook niet zo heel veel. Dat is die. Gucci is weer een kleine prinsessennep aan het doen. En ze snurkt weer als een bouw. Echt als een oude bouwvakker. Mijn god, wat een herrie. Totdat ze zometeen wakker wordt. En dan gaat ze weer lopen gillen. Oké. Deze. Even terug naar die. Zal die vastzitten? Ik hoop het. Dit is inmiddels transparant geworden. Ach, wat geluk. Kijk eens, ze zit vast. Yeah! Nou, dit ga je dus niet meer terugzien. Wat gaan wij nu doen? Deze gaan we vastmaken op de achterkant. Dat is ook weer zo'n ontzettend leuk klusje. Pak ik daar gel voor? Nee, ik pak daar geen gel voor. Ik pak daar toch weer de forte voor. En dan lijm ik hem in. Zelfde manier. Beetje slordiger. Nee, en hij laat weer los. Het is niet te geloven. Hij is nog niet 100% droog, dus. Ik ga hem nog even aandrukken hier onderin. Dan, even kijken, hoe kan ik dat het beste laten zien? Deze. Zet ik hem in de laatste envelop en die druk ik tegen de achterwand aan. En dan alleen even met de liniaal zet ik hem vast. Deze zet ik dicht. En hier kom ik nu niet meer in. En dan hoop ik dat hij gewoon vast gaat zitten aan alle kanten. En dat is wat ik zeg, het was echt een rodding. Ik snap ook niet dat ik dat, kijk, zie je, gaat hij open. Dat ik dat idee weer had om te maken. Ik ga hier even iets tussen zetten, zodat hij hem naar beneden blijft drukken. Als jullie dat ook hebben, kan je dat doen. Ik denk zelf dat jullie er geen last van hebben. Maar ja, af en toe zit het mee. En bij mij zit het ook lust tegen. Goed. Zo. Die zit nu vast. Die klemt nu beneden. Deze. Kijk. Dat past. Zit. Net niet. Heb ik nou serieus. Ik heb weer geen rekening met de lengte gehouden. Wat ben ik nou weer een ei. Oké. Ik leg hem erin. En dan kunnen we kijken. Wat moet er af. Ik word weer uitgelachen. De bruine rand. Die gaan we eraf halen. Dat geldt dus voor die en voor die. Waarom zit je me nou weer uit te lachen? Lekker aardig weer. Bovenkant hoeft ook niet bekleed te worden, want er is niemand die dat gaat zien. Nou, de onderkant eigenlijk volgens mij ook niet. Ja, misschien wel als je hem neerzet. Kijk. Deze komt hier. Ik zet hem nu even snel neer, hè. En dan deze komt daar. En dan komt deze hier aan de onderkant. Helemaal leuk. Oké, vind ik.
Misschien vinden jullie er wel helemaal niks van. Nou, de bovenkant ga ik niet nog een keertje in de inkt zetten, want ik zei al, je ziet het toch niet. Ik pak hier nu wel de gel voor, want dan kunnen we hem nog iets verschuiven. Criminele. Wat een gesnurk. Die zou er moe van worden. Oké, dat is één. Nou, ik ga het toch niet helemaal redden wat ik allemaal wilde, denk ik. Dat vind ik wel heel jammer. Maar we zijn al behoorlijk ver. Het schiet al op. Zo. En dan deze. Toch wel eventjes weer helemaal leuk, hè? De grashalm. Ja, vind je het ook leuk? Ja, oké. Okay. Ja, het is gewoon een irritant stom klepje. Maar hij staat nu klem, dus ik laat hem nu lekker staan tot en met dinsdag of zo. Nou. Voor hem met die gel, je ziet het, ik schuif hem gewoon op zijn plek. Zwarte rand laat ik over. Want dat heeft hij tenslotte overal, moet ook wel, hè. Zolang hij hier al maar niet gaat uitsteken, is dat goed. Even goed aanwrijven. En dan heb ik allemaal leuke duitjes gepakt. Nee, is niet waar, niet allemaal duitjes, duitjippies. Kijk. En ik heb de leeuw en ik heb bloemetjes en ik leeuw met de leeuwin. Wat had ik eerst dan? Oh, een leeuwin met een welpje. Nog meer bloemetjes. En girafjes en de boom. Dit vind ik dus echt een nadeel. Nee hoor, het is niet helemaal jouw straatje. Het zit in mijn koffer. Ik ga hem een klein stukje terugbuigen. En deze gaat niet passen. Kijk wat leuk. Schattig, hè? Hij past niet. Vind ik niet erg. Ik ga hem namelijk een stukje eraf halen. Dat had ik alweer bedacht. En het is helemaal niet veel. Het is eigenlijk dit puntje. Dus nou, hoe gaan we dat doen? Hoe maakt eigenlijk ook niet uit, want hij komt niet eens op de bodem te zitten. Dus ik knip hem... Zo, dit knip ik eraf. Kijk, nu kan hij wel op de bodem. Nou, deze komt achteraan. En die wil ik eigenlijk gewoon op de achtergrond hebben. Nou, het is lekker krom. Dus ik hoop ook echt dat hij het doet. Ja, dan kan ik natuurlijk ook de hete tang kunnen pakken ervoor. Maar ja, jullie weten, ik en een hete tang is eigenlijk niet de allerbeste combinatie. Sorry. Zet er gewoon even een pot gesso op. Kan ik ondertussen even denken. En we hadden... Oeps. Strookjes nodig. We hebben van
Het snijden van de, laadjes, van de frame en van de koffers zelf hebben ook allemaal stripjes. Dat kan je pakken. Of als je van die chipboard uitdrukdingen hebt, deze is toevallig de Rades van Entenis, die kan je ook pakken. Ik ga achterop deze, nou, dame, zo niet, dan nu een dame. Ga ik strips maken. Ja, en dat kun je denk ik beter gewoon met de sterke lijmen doen. Want dan blijft het meteen zitten. Zo. Kom hier. Ja, de pootjes wordt lastig. Kan dat? Jazeker, het kan zeker wel. Maar die krijgen wel een dun sprietje. Nou zeg, als de periën nou nog kan zorgen dat zijn chipjes een keertje recht zijn, word ik daar ook een stukje vrolijker van. Ik zal hem even naar beneden doen, zien jullie ook wat meer, zo gezellig denk ik. Dit stukje kan mooi in de nek. Nog een klein stukje moet ik hebben voor het hoofd. En nog een stukje voor de voorpoten. Nou. Ik ga dat even in delen doen. Die komt in de voeten. En die komt bij de bovenbeen. Nun. Meervoud. Stukje bij de voeties. En ik wou nog een stukje op het hoofd hebben. En dan wil ik hem hiervoor. Hij ligt nu nog los, want... Even kijken hoor. Hoe ging ik dat doen? Het komt namelijk echt wel in delen, moet dat komen. Dus er komen meer verhogingen in. Die kan er vast op. Maar als je dit doet, moet je er wel rekening mee houden dat je natuurlijk maar 1 inch hebt. Om hem te verhogen. De baby, oftewel het kleintje, doe ik meerdere stukjes op elkaar. Volgens mij was de baby groter dan ik dacht. Of kleiner eigenlijk dan ik dacht. Ik wil die voor mama. En ik zet dan het gezicht gewoon in de lijm, of het hoofdje. Mocht die mama raken, wat hij dus doet,
druk ik hem zo vast. Dan hadden we papa. Kijk, die komt er, moet toch best wel een behoorlijk stuk er vanaf komen. Want anders dan zitten ze zowat in de... hoe heet die dingen nou? Zebra's? Giraffen? Oh, ik moet eruit. Even kijken hoor. Kijk, zo kan niet, want dan kijkt hij de doos uit. Nou, dat is niet helemaal de bedoeling. Ik heb hier een stukje open. En dan deze weer daarvoor. Dus hier komt nog best wel een grote stuk. Hé, ze wordt wakker of niet? Schrok ze van haar eigen gesnurk? Het is ineens stil. Oh, te vroeg. Even kijken. Lukt dat? Ja, die gaat goed. Ik ga er hier nog even een stukje tussen doen. Moet dat? Nee, moet niet. Maar, dan heeft hij een grotere oppervlakte waar ik hem vast kan lijmen. Dus die komt zo. Deze. Te groot. Ideaal, hè, die restjes. Kijk, die komt hier tussen. Hoop, hier blijven. Dat is een voordeel, je ziet er toch niks meer van. En dan komt papa. Nou, ja, papa komt daarop. En daar komt de kleine mama, komt hier voor. De kleine mama, de kleine met mama. Dat past natuurlijk weer niet. Daar, even kijken of dat past. Ja. Dit moet ook nog verlengd worden. Dit zijn in principe de twee lagen die hier tussen komen. Dus dat is de boom. Dat is mama. Die zit, dus die moet nog een paar keer. En dan bij papa. En de andere moet ook nog. Ik denk dat dit het wel is. Ben ik nou nog in beeld bezig? Iets omhoog. Dus deze mag vrij dik.
Die zijn weer vrij hoog. Passen. Nou. Oh. Heb ik gezegd dat dat los mocht laten? Volgens mij zei ik dat toch niet. Hij mag hier nog omhoog. Heb ik nog restjes? Ja, plenty. Heel torentje inmiddels. Maar zo kan ze veilig erin gezet worden. Voorzichtig aandrukken, niet te hard, want achter het welpje zit natuurlijk niks. Oké. Deze sluiten wij af. Dat gaan we nu niet doen, want die moeten we nog maken. Maar ik had nog wel bloemen. En ik vond het ook wel leuk om bloemen even hier wat kriskras in een bovenhoek te doen. Even kijken hoor. Gewoon. Omdat het kan. Kijk. Kom jij eens hier. Even ombuigen weer. Dat is de verkeerde. Ja, ik weet het. Hij staat nu op zijn kop, want het is een lelie. Jammer, had het geen lelie moeten worden. Nu is het een hangbloem. Hier gaat wat onder. Het valt mij namelijk op. Ik wil dat altijd te perfect doen zoals het hoort. En dan kijk ik wel eens bij anderen. En dan denk ik, ja, maar waarom? Want ik vind dat superleuk en dat hoort ook niet. Want ik heb dus een idee dat sommigen ook gewoon maar wat op elkaar plakken wat ze leuk vinden. En het staat gewoon. Nou. De orchidee maar hier in de hoek. Nou, kom eens hier. Ik ga die in de andere hoek zetten. Dat is de weer de verkeerde. Kom. Leuk hè, rechtshandig werken. Oké. Dan hadden we deze twee plankjes. Hoe laat leven we? 15:15. Nee, gaan we niet meer redden. Deze twee plankjes, die komen hier dus op. Nou, dat was je kijkkastje. Nu zie je dus niks meer. Ik laat ze toch even lekker daar liggen. En dat doe ik puur, zodat ik ze niet kwijt ga raken. Nee hoor, ik ga ze hier onderin zetten.
Als ik hem er nog uit krijg. Ja. Die laat ik staan. Ik laat hem sowieso liggen vannacht. Zodat mijn kastje goed kan drogen. Dinsdagavond gaan wij verder met de afwerking van die. Dat houdt in. Dekseltje komt hierop. Dus wat je vandaag niet hebt gebruikt, schuiven we dus door naar komende dinsdagavond. En dan gaan we dinsdagavond verder met geen flauw idee. We gaan het gewoon helemaal meemaken. Maar ik vind persoonlijk dat we wel lekker aan het opschieten zijn. Ik wens jullie voor vandaag een hele goede nacht. Dankjewel voor het kijken. En ik zie jullie dinsdagavond. Doei!